Iets waar we het niet zo heel vaak over hebben als het aankomt op typen, is de variatie binnen de types. We kennen allemaal dat er een onderscheiding is tussen manifesting generators en pure generators, maar er is eigenlijk nog veel meer variatie binnen de types dan dat. En je hebt bijvoorbeeld de manifestors, je hebt emotionele manifestors, je hebt ego of heart manifestors, maar je hebt ook manifestors die manifestors zijn vanuit het wortelcentrum, wat op een bepaalde manier gedefinieerd is, naar het keelcentrum. En zo heb je ook bijvoorbeeld manifestors die alleen maar projecterende kanalen hebben, die in combinatie met elkaar naar het keelcentrum gaan. Of manifestors die een manifestorkanaal hebben, maar daarnaast ook projecterende kanalen. En dan heb je manifestors die alleen maar manifestorkanalen hebben. En er zit heel veel variatie in die specifieke kanalen. Dus hoe je dat manifestor zijn ervaart, kan dus heel erg afhangen van de specifieke kanalen die met het keelcentrum verbonden zijn en de kanalen die je daarnaast ook nog hebt. En bijvoorbeeld emotionele manifestors, die hebben een veel diepere, zwaardere golf van manifestatie, waarbij ze echt manifesteren vanuit emotie, vanuit drama, vanuit echt een explosieve golf die door hen heen kan bewegen, waar echt dat heel overweldigend kan zijn, maar wat af en toe ook helemaal kan terugtrekken, wat ook af en toe helemaal kan verdwijnen. Waardoor zij dus echt die extreme in hun leven kunnen ervaren. En dan heb je de manifestors met het hartcentrum, het egocentrum of het wortelcentrum en soms ook het mildcentrum erbij in hun definitie. Die mensen kunnen diezelfde extreme ervaren, maar dan allemaal heel erg snel. Die mensen kunnen juist hele lange periodes hebben waarbij er eigenlijk helemaal niet veel gebeurt, waarin er heel veel rust nodig is, waarin ze zich heel erg teruggetrokken voelen. En dan ineens kan er een enorme spurt zijn. Die mensen kunnen supersnel zijn, dus supersnel ineens heel veel hebben. Die kunnen echt zo'n high ervaren van heel veel activiteit. En vervolgens ook echt een crash weer ervaren, waarbij het allemaal weer terugkomt zodra, die manifestatie voorbij is. En wat die dus met elkaar gemeen hebben, is dat allebei zo'n high en die lows ervaren. Maar het is een enorm verschil in hoe ze die highs en die lows, en dus ook de manier waarop ze manifesteren, ervaren. Nou, als je dan dus die twee allebei manifester noemt en ze gaan met elkaar vergelijken hoe dat manifesteren voelt, kan je heel erg ervaren van, oh ja, we're not the same. Hè? Ons proces is niet vergelijkbaar. Nou, en dat kan je ook heel erg hebben met verschillende soorten projectors. Hey, je hebt emotionele projectors, die hebben dus niet dat emotionele centrum gedefinieerd met de keel. Dus die hebben een hele diepe emotionele wereld, maar die zit eigenlijk dus bijna altijd onder de oppervlakte. Want dat manifesterende is er niet. Dus die hebben hele diepe stromen. Je kent ook wel de uitdaging of de uitdrukking. Stille wateren hebben diepe gronden. Dat gaat echt over die emotionele projectors, die dus aan de oppervlakte kalm en neutraal kunnen lijken, omdat ze in het dagelijks leven observerend en afwachtend zijn naar de wereld toe, maar die tegelijkertijd in hun diepte hele intense, zware emoties ervaren. En die dus een enorme binnenwereld hebben. Nou, en dan heb je projectors die dus meer aan de spontane kant zitten, die dus af en toe ook echt een spurt van uitbarsting kunnen hebben, die juist ook heel erg aan de oppervlakte kunnen zitten. Zeker projectors met iets van een gedefinieerde keel hebben heel veel te zeggen. Die zijn heel erg aanwezig. En die hebben dus ook heel veel moeite met dat wachten op de uitnodiging, omdat ze zoveel te zeggen hebben. En dan heb je projectors met een open keelcentrum, die juist weer heel veel dus in die diepte gaande hebben, die dus heel veel aan het binnenvetten zijn als het ware. Maar wanneer je die dan uitnodigt, dan komt er een enorme stortvloed van hele diepe wijsheid en inzicht naar boven, waar je echt helemaal verbijsterd van kan raken van hoe is het mogelijk dat dat in jouw diepten leeft.
En zo heb je dus emotionele projectors, mild projectors, ego projectors, zelfprojecterende projectors, mentale projectors. En die zitten eigenlijk allemaal heel anders in elkaar. En juist ook omdat het type projector, of de energetische definitie zoals die als projector functioneert, bestaat nog niet zo heel erg lang. Dus er is nog niet echt ruimte. Er is nog niet heel veel kennis en begrip over hoe een projector functioneert. En daarom is het voor heel veel projectors, dus eigenlijk voor alle projectors, echt de taak om voor zichzelf uit te zoeken hoe functioneer ik specifiek met mijn design, in mijn omgeving, met mijn achtergrond, met mijn manier van doen, met mijn manier van spreken, met mijn manier van de wereld ervaren en mijn manier van denken. Dat is voor elke projector net even weer anders. En dus, ja, omdat wij als projectors zo op zoek zijn naar die erkenning, kan dat dus een hele intense journey zijn om die erkenning allereerst voor onszelf te vinden. Van wie ben ik nou eigenlijk? Hoe zit ik in elkaar? En dan vervolgens onszelf te vinden in anderen. En het ons ook gezien voelen door anderen. Dat anderen ook doorkrijgen hoe onze unieke manier van functioneren is. En dat zij daar erkenning voor kunnen gaan geven. In plaats van voor wie zij denken dat wij zijn. Of hoe ze denken dat wij functioneren. En daarom vind ik het dus ook zo belangrijk, als we het dus over typen hebben, dat je eigenlijk niks aanneemt wat een ander zegt, oh, dit is hoe je zou moeten zijn, of dit is hoe je het zou moeten doen. Zeker niet wanneer dat dus niet resoneert met de manier waarop jij zelf in elkaar zit. Ook bij generators. Generators horen heel vaak van, oh, je bent een generator. Nou, die worden juist heel erg over één kam geschoren. Oh, alle generators houden van doen. Houden van bezig zijn. Alle generators doen dingen op een consistente manier. Altijd dit. Willen werken, willen bezig zijn. Maar ik ervaar heel veel verschillende soorten generators. Manifesting generators, pure generators, maar dus ook emotionele generators. Generators met een wortelcentrum of niet. Dus hebben ze die consistente druk in hun leven? Of kunnen ze juist helemaal niet tegen stress? Generators met een mailcentrum gedefinieerd of niet, waarin de spontaniteit ook een enorm vraagstuk is. Van hoe vertrouw ik op mijn lichaam? Generators met een gedefinieerde mind of niet? Kruincentrum en asanacentrum gedefinieerd, dan ben je zeker ook een denker. Ook ben je een generator, je bent een doener en je bent een denker tegelijkertijd. Dus als je dus te horen krijgt, je bent een generator, oh, je bent zo en zo en zo, dat zal niet het helemaal beschrijven hoe jij bent als generator. Juist in generators, omdat er dus zoveel zijn, is daar zo'n enorme variatie. En is dus de specifieke configuratie van de verschillende kanalen. Want je kan manifesterende kanalen hebben, projecterende kanalen, generator kanalen. Die kunnen er allemaal zijn. En hoe die dus samenwerken, is een unieke puzzel. En voor elke persoon weer een unieke uitdaging om uit te zoeken, hoe stem ik al die verschillende aspecten van mijzelf met elkaar af? En dan heb je ook generators die heel veel open centra hebben. Die eigenlijk maar één kanaal of maar twee kanalen hebben en daarnaast heel open zijn. Die zich dus ook juist heel erg open voelen. En die dus ook niet per se altijd bezig zijn of altijd energie voelen. Die niet heel veel te doen hebben. Die soms ook gewoon heel veel rust nodig hebben, die heel veel hersteltijd nodig hebben. Die dingen wel op een consistente manier doen, maar dat betekent niet altijd hetzelfde. Dat betekent niet altijd bezig zijn. Juist hebben zij een enorme kwetsbaarheid en een enorme openheid waar ruimte en tijd voor mag zijn om daar de rust en de begeleiding in te ervaren die het nodig heeft. Dus zo, als generator ligt het onderzoek echt in wie ben ik. En wie je bent is eigenlijk altijd anders dan wie je denkt dat je zou moeten zijn. Dus zodra je ideeën in je hoofd hebt over, oh, ik zou zo en zo moeten zijn. Of zodra je iets van iemand anders hoort die zegt, oh ja, je bent zo of je bent dit of je bent dat. Zet er altijd een vraagteken achter en ga het voor jezelf uitzoeken. Ga het voor jezelf ervaren.
En ga vooral gewoon die natuurlijke stroom de ruimte geven, want daar zit de autoriteit in, daar zit de waarheid in. En dan de variatie in reflectors. I don't think we can comprehend it. In een reflector wordt het incarnatiekruis heel belangrijk. En er is dus een enorme variatie in incarnatiekruisen. Elke poort die dan de boventoon voert, kan een hele unieke perspectief, een hele unieke persoonlijkheid activeren. Dus een enorme eigenheid die op die unieke reflector manier tot uiting komt. Maar dat is dus echt altijd anders. Dus om te zeggen, oh, je bent een reflector, dus je bent zo. Dat gaat eigenlijk voorbij aan een hele hoop excentriciteit, een hele hoop eigenheid die verstopt zit in dat, in die reflector aura. En om dan dus te zeggen, dan ben ik dus dit. Dan mis je eigenlijk een enorme kans om juist die scherpheid, die uniekheid, die selectiviteit, die specificiteit van hoe een reflector is, om dat de ruimte te geven en tot expressie te laten komen. Dus echt elke reflector is weer een hele unieke entiteit op zich.